graag het woord aan Marja Fik. Voordat we nu naar het officiële gedeelte gaan, naar de opening van de heuvel, hebben we nog een kleine verrassing voor u. We nemen u een ogenblik mee terug in de tijd. We gaan naar 1613. Oosterhout was toen een heerlijkheid, ofwel een vrijheid. Dat betekende dat je zelf recht mocht spreken. Wij in Oosterhout hoefden dus voor die rechtspraak niet naar Breda. Roosendaal was ook zo'n dorp wat niet naar Breda hoefde. In Oosterhout sprak men tot 1619 recht buiten op de heuvel, onder de lindeboom. Daar werd dan de vierschaar gespannen. Een schaar betekent een bank. En vier scharen, samen met een touw eromheen, dat was dus de vierschaar. Wij hebben vanmiddag voor u hier de vierschaar gespannen. De vierschaar was tegen 1620 van steen, maar oorspronkelijk was die van hout. We hebben het stuk geschreven, geïnspireerd door het boekje Het gerecht van Oosterhout, uitgegeven op Open Monumentendag 1999, en een uitgave over Adriaan van Kampen, De schrik van Oosterhout en omgeving. Maar ik vraag u onze verontschuldiging voor namen, situaties, plaats en tijd, want die zijn door ons wel heel vrij ingevuld. We gaan nu dus kijken naar acteurs van Museum Oud-Oosterhout, vrijwilligers, aangevoerd door iemand van de harmonie, Daan Speets, de trommelaar. En de acteurs zijn schout Michiel van Rijen, gespeeld door Willem Michels. Schepene Cornelis Adriaanse van Dongen, gespeeld door Rienes Kuipers. Gedaagde Jacobus Johannes Vlam, gespeeld door Leo Michielsen. En Beul, gespeeld door Danielle de Jong. Ik vraag uw aandacht voor de rechtspraak op de heuvel. De daken van de pottenbakkerij Krul aan de heuvel in brand te steken. Die van Krul, die hebben de loon uitgestuurd. Want die deed de krui niet snel genoeg rijden. Maar mijn rug kon ook krom van de zware vracht. Jacobus Johannes Vlam, geef gij toe de geuite bedreigingen te hebben uitgevoerd? Ja, heer schout. Ik kon niet anders. Schepene, laat u dan nu de straffen uitvoeren. Beul, zet hem in de standpaal.
Wil, maak zijn gezicht zwart. Hé, maak zijn gezicht zwart. Hij geeft hem 10 stokslagen. Hé, een harder. Au. 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 Beul, breek zijn armen. Hé, wat hebben we nou? Wij geven u 10 stuivers als u onze broer en zoon ontziet en de straffen milder uitvoert. Wat is dit? Wat is dit? Op deze manier kan het recht niet plaatsvinden. Trouwens, de vierschaar staat wel onder een boom, maar op het verkeerde plein. Wat is dit voor plein? Wat zijn dit voor mensen? De vierschaar hoort op de heuvel te staan, onder de lindeboom. Maar dat is vandaag niet mogelijk. Bestuur, dagelijkse leiding en vrijwilligers van Museum Oosterhout hebben wel de volgende straten gebouwd. Ik citeer. Bredaseweg, Gasthuisstraat, Slotlaan, Arenstraat, Keiweg, Sint-Jansstraat, Kerkstraat, Torenstraat, Markt, Klapijstraat, Leissenhoef, Veerseweg. Maar ze hebben niet gebouwd de heuvel, de kern in Middelwijk. Wij kunnen niet anders als deze lieden de volgende straat op te leggen. Maar meneer de Schout, als ik mij als burgemeester tot u mag richten, ik zou u graag willen overtuigen van het tegendeel. Namelijk dat de heuvel hier wel degelijk is gebouwd. En zelfs op een hele mooie wijze. En zich daarmee ook heel goed leent als plaats om op de juiste plaats inderdaad recht te doen zegevieren. Mag ik u en alle anderen uitnodigen om die kant op te gaan, zodat u zich daar persoonlijk van kunt overtuigen. En zodat de straf ook feitelijk niet opgelegd hoeft te worden. Omdat het de straf betreft die reeds ten uitvoer is. Ik sta u toe. Dank u wel, meneer de Schout. Graag gedaan. Wil is het Wilhelmus, dames en heren. Wil ons altijd helpen.